En dan gaan we nu op zoek naar deze twee mannen. Zij zijn hier bezig met het verwoesten van iemands levenswerk. Het doet elke ochtend pijn als ik hier de deur open doe. Sterker nog, het doet elke ochtend pijn als ik hier aankom rijden. Van het florerende bedrijf dat rubberboten in- en verkoopt, dat deze man de afgelopen 7 jaar heeft opgebouwd, is weinig meer over. Ja, dit is mijn alles. En dat was in een kwartiertijd was het weg. Dus, klaar. Tot voor kort zag het pand er van binnen zo uit. Helemaal vol met boten die in het hele land door tal van organisaties worden gebruikt. Je begint met klein en dat wordt dan steeds groter, 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 groter. We doen grote projecten. Wij hadden het eigenlijk wel goed voor elkaar. Hij doet het werk samen met zijn compagnon. Maar zo'n 1,5 maand geleden gaat het mis in hun pand aan de Lakenblekerstraat in Aalsmeer, vlakbij de bloemenveiling. Ik lag in mijn bed en mijn telefoon had ik op stilstaan. Daar heeft mijn collega mij geprobeerd op te bereiken, maar ik hoorde hem niet. Toen werd mijn vrouw gebeld en ik hoorde de paniek door de telefoon heen. En dit is de reden. In de nacht van vrijdag 20 op zaterdag 21 augustus gaat zijn levenswerk in vlammen op. Ja, dan kom je hier binnen, dat is vreselijk. Dat is niet te verklaren. De voorzijde, daar hadden wij de kleinere tenderboten. Die zijn verbrand. In de ruimte waar ik nu sta, daar stonden de grotere boten. Die zijn niet verbrand, maar daar hebben we wel heel veel rook- en roetschade. En dat loopt echt in de papieren. De camera's bij het pand hebben precies vastgelegd wie daar verantwoordelijk voor zijn. Kort voor 1 uur stappen 2 mannen aan de achterkant van zijn pand van een scooter. Die slaan het raam in, gooien een vloeistof naar binnen, maken een spoor naar buiten en steken dat aan. En dan zie je in 1 keer die vuurzee zo tegen de gevel omhoog gaan. Ja, dat is immens. Dat is echt immens. Immens. Blijkbaar grijpt het vuur niet snel genoeg om zich heen. Er wordt nog iets brandbaars naar binnen gegooid. En meteen daarna vertrekken de 2. Om de gedupeerde achter te laten met een schadebedrag van zo'n 400.000 euro. Uiteraard is er wel eens een zakelijk conflict met een klant of leverancier. Maar ik kan mij niet voorstellen dat iemand ons dan dit aan zou willen doen. Daar kan ik me echt niks meer voorstellen. Iedereen heeft het hier vreselijk moeilijk mee. Zowel mijn gezin als mijn compagnon. Wij zullen ook blij zijn als we het hier leeg hebben en voorlopig hier even weg kunnen. Misschien geeft dat een klein beetje rust, maar ik hoop het. Ja, mevrouw Stor, dit is niet het eerste incident geweest gericht tegen dit bedrijf. Nee, er is een paar weken eerder, rond 26 juli, ook al eens op het bedrijfspand geschoten. En het lijkt er dus wel echt op dat iemand erop uit is om die eigenaar te beschadigen. Wij zijn dringend op zoek naar informatie over de achtergrond van deze incidenten. Of het nou gaat om een zakelijk conflict of dat iets anders de aanleiding is geweest. We hopen dat mensen ons concreet kunnen vertellen waarom iemand het op dit bedrijf gemunt heeft. Er zijn van het schieten helaas geen beelden, maar we zagen wel de beelden van de brandstichting. Je kunt daar een paar opvallende dingen op zien, maar ook horen. De camera binnen in het pand die neemt naast beeld ook geluid op. En daarom kunnen we de stem van een van die brandstichters horen. Nou, daarnaast is er op de beelden te zien dat een van de 2 met zijn hand begint te wapperen nadat hij de brandbare vloeistof over het pand giet. En het zou dus zomaar eens kunnen dat hij bij het gieten per ongeluk zichzelf heeft meegenomen. En die geur, die was je er niet 1, 2, 3 af. Mogelijk heeft hij in zijn omgeving een kulverhaal opgehangen over waarom hij zo rook. Als dat zo is, horen wij het heel graag. Ja, en hier komen dus die beelden en het geluid. De politie wil zoveel mogelijk weten over dit tweetal. Door het oplaaiende vuur is de kleding van de 2 even zichtbaar. En door de flinke steekvlam hebben ze mogelijk schroeiplekken opgelopen. In ieder geval moeten ze naar brandlucht of een brandbare vloeistof hebben geroken die nacht van 20 op 21 augustus. Nog meer sporen.
Ze reden mogelijk op een Vespa LX. Het was ofwel een exemplaar van 50 cc of een lichte motorscooter van 125 cc. Vermoedelijk zijn ze weggereden richting Uithoorn. Wie heeft informatie over dit tweetal? Of weet iets over de scooter? Of over de opdrachtgever voor deze brand met een schade van meer dan 400.000 euro? Tip de politie via 0800 6070 of geef anoniem door wat u weet via 0800 7000.